Ik ben prinses Nieuwtje. Mijn mama is spijtig genoeg overleden. Als ik heel jong was. Ik woon samen met mijn stiefmama en papa, die koning is, in een kasteel. Je spiegelt je aan de land. Wie is de mooiste van het hele land? Wel, lieve koningin van mij, jij bent de mooiste van het hele land geweest. Hoe geweest? Want er is nu een heel mooi lief meisje met zwarte haren en groene ogen. Sneeuwwitje, die mooier is geworden dan jij. Wat voor domme! Je liegt, spiegel! Ik ben de mooiste! Een spiegel liegt nooit. Even later geeft de koningin aan de jager de opdracht om Sneeuwwitje te doden. De jager gaat naar Sneeuwwitje toe. Hallo, Sneeuwwitje. Hallo, lieve jagertje. Wat ben je van plan? Wel, ik ga je doden! Ik durf niet! Ik zal je laten vluchten. Vlucht snel! Over de heuvels zijn 7 dwergen die diamantjes gaan halen uit de mijnen en die zullen je opnemen in hun familie. Maar sst, krikrak, mondje toe, vlucht nu stilletjes naar de 7 bergen bij de 7 dwergen. Binnen! Binnen, 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 binnen. Wie ben jij? Oh, wie ben jij, wie ben jij, wie ben jij? Wij zijn de 7 dwergen, maar wie ben jij? Wat doe je in ons huisje? Ik ben prinses Sneeuwwitje. Prinses Sneeuwwitje? Ja. Je bent de stiefdochter van die lelijke heksenkoningin? Nee, ik ben niet zo. De stiefmoeder had zo'n jager ook een opdracht gegeven om haar te doden, maar ze kon niet. Hey, oh, gelukkig, gelukkig. En waarom ben je bij ons? Want we zijn maar 7 kleine, oude, kleine mannetjes die de hele dag werk zijn en weg zijn en heel hard werken. Omdat stiefmoeder jaloers is op mij, omdat ik de mooiste ben van het hele land. Maar je bent ook zo mooi. Zeg, maar als je bij ons gaat wonen en luisteren, dus zeg, dan moet je hier wassen, plassen en eten en koken en toestanden doen. Alles wat een prinses nooit doet. Ken je dat wel? Ja. Waar heb je dat geleerd? Van mijn echte mama, maar die is spijtig genoeg overleden. Oké, wat wij nu beslissen is dat we een proef gaan doen van 2 weken dat je bij ons gaat wonen. Ben je nu blij? Ik blij! Oké, dan tonen we nu jouw slaapkamertje. Klop, 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 klop! Is er iemand? Wie ben jij? Ik ben een oud vrouwtje. En ik heb heel weinig centjes en ik verkoop ananassen. Wil jij van mij een ananas kopen en eens proeven? Ook niet voor een oud vrouwtje. Doe die deur open, alsjeblieft, lieve meid. Wie ben je eigenlijk? Ik ben Sneeuwwitje. Oh, ben jij dan een prinsesje? Ja. Dan heb je toch een goed hart en doe je de deur voor mij open? Alleen dan. Dank u, dank u. Neem hier deze ananas voor 3 eurocentjes. Kom mee, zet je rustig neer, lieve prinses. En neem eens een goeie beet van deze goeie ananas. Sorry, ik mag echt niks aannemen van mijn vrienden van de 7 dwergen. Pak hem aan, hij is zwaar. Oh,
Nou, zie dus wat een mooie. Wat kan een oud mensje jou niet doen? Doe een lieve beet van die ananas. Het zal je smaken. Doe het. Voor mij, de ouwe. Ik durf echt niet. Niet gewaald, Fraatje. Sorry, maar ik kan het echt niet. Oké. Dan is je... Wil je het voortdoen, alsjeblieft? Nee, ik heb pas 2 ananas gegeten. Doe een klein beetje. Een klein hapje. Allee. Tellen tot 3. 1, 2, 3. Oh! Ze slaapt. Nee, ze is dood. Eindelijk krijg ze een vieze, kleine, lelijke stiefdochter. De 7 dwergen komen thuis na een lange dag werken en willen samen lekker eten met de prinses. Maar wat ontdekken ze? De prinses ligt levensloos. Oei, 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 oei. Ga snel de prins halen. Op zijn witte grote paard. Oh, wat een mooie prinses. Oh, moest ze nog leven, ik zou met haar trouwen. Ik zal ze toch nog een laatste kusje geven. Mijn lieve prinses. Prinses, ik ben het, prins Patrick. Lieve prinses, het ongeluk heeft me naar hier gebracht, maar nu is het het groot geluk. Wil jij met mij trouwen, maar kijk wel in mijn ogen. Hè? Zeg dat je met mij wilt trouwen. Ja, lieve prins, ja, graag. Oh, dan zullen wij nu... lang en gelukkig samenleven. En vele kleine prinsjes en prinsesjes maken. Nog een kusje?